Meneer Saint-Aubin. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, de afgelopen dagen was er in de media en zeker ook op sociale media heel wat te doen rond uw uitspraken omtrent de kilometerheffing. U zei dat u de kilometerheffing genegen was. Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom er daar zoveel commotie en ophef over was, omdat u dit eigenlijk al verschillende malen in de commissie en ook hier in plenaire hebt aangekondigd. Dat is dus geen nieuw gegeven. Wat misschien wel nieuw is, dat u voor de eerste keer of toch heel duidelijk hebt gesteld dat u dit wilt koppelen aan een belastingverlaging voor de Vlaming. Hoe u dat wilt doen, is mij eigenlijk nog niet zo duidelijk. Gaat het om het afschaffen van de verkeersbelasting? Gaat het om het afschaffen van de vergroende BJV? U zal dit ongetwijfeld straks duidelijk maken. Daarnaast hebt u ook een aankondiging gedaan van een proefproject die binnenkort, denk ik, van start zal gaan om een theoretische onderbouw te geven aan de kilometerheffing. Alhoewel ik direct moet bijzeggen natuurlijk dat we al een proefproject gehad hebben van de vorige minister, minister Clevits, waaruit toch gebleken is dat er in Vlaanderen absoluut geen draagvlak is voor de kilometerheffing voor personenwagens. En ondertussen is er ook de alarmbel van een aantal actoren die de rampzalige staat van onze wegeninfrastructuur eigenlijk aanklagen en zeggen, ja, u zou beter eerst investeren in wegeninfrastructuur vooraleer u spreekt over een kilometerheffing. Mijn vraag is dus ook heel duidelijk, meneer de voorzitter. Ik zou graag van u weten, meneer de minister, wat u concreet bedoelt met de koppeling die u wenst te maken met de kilometerheffing voor personenwagens en een algemene belastingverlaging voor de Vlaming. Minister Weitz. Vandaar dat ik vind dat we tenminste onder ogen moeten zien een alternatief zijnde de slimme kilometerheffing. Waarom? Omdat ze één, dat kan leiden tot een belastingverlaging. Belastingverlaging waarbij dat je alle verkeersbelastingen afschaft. Dankzij de inkomsten die je genereert, niet alleen het binnenland, maar vooral uit het buitenland. Want de buitenlandse personenwagenchauffeurs, ja, die betalen niks vandaag. Niks. En we laten die bijdragen aan het gebruik van de weg. En dat we die inkomsten kunnen gebruiken om enerzijds de verkeersbelasting totaal af te schaffen en extra te kunnen investeren in de weginfrastructuur en in alternatieven. En twee, dat je eindelijk een element hebt om te kunnen doen aan mobiliteitssturing. Dat we mensen kunnen belonen als ze 's nachts rijden bijvoorbeeld. Of buiten de spits rijden, want vandaag stellen we vast dat nog veel mensen in de spits rijden, terwijl dat absoluut eigenlijk niet nodig is op dat moment. Zolang de wegeninfrastructuur in ons land, in Vlaanderen, niet verbetert, zolang er geen betere uitbouw is van het openbaar vervoer, dan kan u nog alle kilometerheffingen invoeren die u wil. De mensen zullen niet laten van met de auto te rijden. Ik wil trouwens aan u ook vragen, het is natuurlijk gemakkelijk van aan te kondigen waar een kilometerheffing invoert, maar wat doet u bijvoorbeeld met de bedrijfswagens? U weet toch perfect, net zoals ik, dat voor vele mensen, zo niet voor duizenden mensen, een bedrijfswagen deel uitmaakt van hun loon. Twee, een kilometerheffing. We hebben al een kilometerheffing. We betalen aan de pomp de kilometerheffing. Hoe meer men rijdt, hoe meer men zal moeten betalen. U spreekt over een belastingverlaging en het afschaffen van de verkeersbelasting, maar u gaat aan de andere kant mensen die de wagen nodig hebben voor hun beroep extra belasten. Dus mijn vraag is, wat gaat u daarmee doen? Hoe gaat u om met de bedrijfswagens? Hoe gaat u om met het gebruik van Wie de auto wenst aan door te sluiten? Zelfstandigen en dergelijke? Wie wenst aan te sluiten? Het is niet de gemakkelijkste weg. De gemakkelijkste weg is die gewoon te zeggen van we gaan niks doen en ik zit mijn tijd wel uit. En als ik ook als kijk naar mijn mailbox, dat maakt ons niet populair. Maar ik vind dat we onze nek moeten uitsteken en verantwoordelijkheid nemen en soms ook eens de moeilijkere weg nemen als je weet dat die op langere termijn uiteindelijk de makkelijke weg zou kunnen blijken. Maar goed, u bent van het tegendeel overtuigd. We zijn met z'n allen getuigen van de nieuwe koerswending van het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang wil niet, of wil eigenlijk dat de Vlamingen alles betalen en wil niet dat de buitenlanders betalen voor onze weginfrastructuur. Wij wel. Meneer Saint-Aubin, slotopmerking. Misschien moet ik onmiddellijk het verslag opvragen, meneer de minister. Ik herinner mij niet dat ik dat gezegd heb. Wij waren trouwens in de vorige legislatuur, collega Penris was de enige in dit parlement, maar het kon niet van Europa die pleitte voor een kilometerheffing voor vrachtwagens.
voor buitenlandse chauffeurs en iedereen was er tegen. Want het mocht en het kon niet van Europa. Nu gaat u hetzelfde doen met een kilometerheffing voor personenwagens. Het is een feit, u misbruikt het fileprobleem, het mobiliteitsvraagstuk, om een nieuwe belasting door te voeren. En ik heb geen inzage in uw mailbox natuurlijk, maar ik heb wel inzage op sociale media. En er is geen enkel, maar dan ook geen enkel draagvlak bij de Vlaming voor deze slimme kilometerheffing. Het is een zoveelste aanslag op de portefeuille van de hardwerkende Vlaming. En wanneer we al maanden spreken over een turteltax, kunnen we in de toekomst misschien spreken over een wijdstax.